Wat is je naam? Ik heet Dylan van Bruggen. Hoeveel jaar oud ben je? Ik ben 10 jaar oud. Wat is je hobby? Mijn hobby zijn zwemmen, kattenkaarten te halen en buiten spelen. Dus jij houdt van zwemmen? Ja, ik hou van zwemmen. Wat vind je zo leuk aan zwemmen dan? Dat ik meestal wedstrijden kan doen. En ik vind het gewoon leuk om het water tussen te halen. Dus jij houdt ook van kattenkwaad uithalen? Ja. Wat heb je voor de laatste kattenkwaad uitgehaald? Extreem belletje wel. Ja, heb je niet wat anders gedaan? Ook wel. Maar dat weet ik niet meer zo goed. Heb je meer hobby's? Ja, kickboksen. Kickboksen. En wat vind je zo leuk aan kickboksen dan? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, vind je niet leuk om in iemands gezicht te slaan of zo? Dat mag niet. Zoals je weet hebben we het vorige week over de lente kriebels gehad. Wat vond je ervan? Ik vond het heel grappig. Vooral onze klas ook. Vooral omdat het over de seksualiteit ging. Over wat mannen en vrouwen hebben. En wat hebben die dan? De vrouwen die hebben borsten en een, zou ik zo maar zeggen, een doos. En de mannen die hebben een pik en een ballen. Maar dat is gewoon toch normaal, wat hier zo grappig gaat. Over wat voor onderwerp ging het meer, de lentekriebels? Over verliefdheid, hoe je mee om moet gaan en seksualiteit. Er ook spelletjes of kritsen over dat? Alleen maar praten? Alleen maar praten? Maar er moesten ook de filmpjes zijn, maar die hebben we nog niet gezien. Hoe vond jij de boekjes van de lentekriebels? Nou, eigenlijk best wel leuk en een beetje raar. Waarom was het eigenlijk zo erg raar? Omdat we dat soort boekjes nog nooit hebben gehad. En er stonden rare plaatjes in het visie. Was het ook leerzaam? Ja, best wel. Dus je hebt veel geleerd, zeg je? Niet echt veel, want ik heb het boekje nog niet uitgelezen. Waarom deed je mee aan CBTV? Omdat het me leuk leek om te interviewen en om met z'n anderen te interviewen. Ja, gewoon daarom. Nou, als je het leuk vond, mag je mij straks ook interviewen. Nou, lijkt me heel erg leuk. Oké, dankjewel voor het interviewen. Ja, u ook. Volgende keer bij CBTV. Hey. Goedemorgen mensen, ik ben Anu en we... Hallo, wij staan hier in de bibliotheek van Rotterdam. Vanuit een crossmediale redactie, naast de radiostudio in de centrale bibliotheek, deelt Open Rotterdam nieuws uit de stad en verhalen van Rotterdammers op de website en social media als Twitter en Facebook. Het geluid van Open Rotterdam is ook te horen op de radio op FM 93.9. Ik ben Daniella en we zijn hier op de redactie van Open Rotterdam, de nieuwe lokale omroep van Rotterdam. Open Rotterdam is de nieuwe televisiezender en radiozender van Rotterdam. En vandaag hebben we een feestje, want de studio wordt officieel geopend. Die is eigenlijk net officieel geopend. En dat vieren wij vandaag in de bibliotheek. We krijgen zo strakjes de tune te horen van Open Rotterdam. En zo gauw je hoort, nu zijn wij open, gaan we met z'n allen openen. In de grootste havenstad van Europa, de metropool van Nederland. In het centrum van ons centrum, tussen de Kubus en de Koopgoot. Aan het begin van de Hoogstraat, naast station Laan. Bij de bibliotheek tegenover de nieuwe Markthal. Daar vind je vanaf nu Open, de studio van Open Rotterdam. Bij ons is het voor Rotterdammers, door Rotterdammers. Wat betekent het voor u? Rotterdam is nu een lokale zender rijker. Ja, dit vind ik een heel trots moment. Denk voor mij als wethouder van die ook over media gaat, maar vooral voor al die Rotterdammers die nu een zender krijgen waar ze zelf wat kunnen doen. Waarom is het belangrijk dat een stad een eigen lokale zender heeft, een eigen stem? Nou, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Als je wilt mensen in de stad een stem geven. En je wilt mensen zelf laten horen aan andere Rotterdammers waar zij mee bezig zijn. En dat kan heel laagdrempelig met een lokale mediazender. En daar kan je als overheid ook dingen laten zien en horen. Maar mensen kunnen juist ook aan de rest van de stad laten zien wat hun gave deel van Rotterdam is. En daar gewoon letterlijk smoel aan geven. Wat is Open Rotterdam?
Open Rotterdam is een lokale omroep. Dat wil zeggen dat mensen in Rotterdam kunnen naar Open Rotterdam kijken en luisteren. De programmamakers komen ook uit Rotterdam. En de programma's zijn geïnspireerd door mensen uit Rotterdam. Dus echt voor en door Rotterdammers. Wat voor soort programma's zijn er te zien bij Open Rotterdam? Van alles. We hebben een kookprogramma, Smullen met Hubert. En hij maakt ook vegetarische gerechten. Dat is dan gezond Smullen met Hubert. We gaan de wijken in met Cineac Das Haven en Cineac Noord. En Het Oude Noorden is ook een mooie programmareeks van de wijk Het Oude Noorden. Het er nog meer, Marja's Borrelgarnituur. Het zijn allemaal programma's die door hele enthousiaste Rotterdammers zijn gemaakt en die over de stad gaan. Hoe gaan jullie zorgen dat meer mensen naar Open Rotterdam gaan kijken? We hebben een hele leuke campagne. Dat is Rotterdam is open. We gaan bij Rotterdamse bedrijven op bezoek en we gaan kijken of zij de radio of de televisie op Open Rotterdam hebben. Hebben ze dat niet, dan gaan we dat zelf doen. We gaan de radio op openzetten, 93.9 FM. En dan krijgt Excelsior van ons het keurmerk. Dan krijgen ze van ons een bordje dat ze open zijn. Dus dat is één manier waarop we dat doen. En mensen kunnen zichzelf ook opgeven. Dan gaan we bij hun langs of ze kunnen hun foto opsturen. En ook via social media, via Facebook en Twitter, zorgen we dat mensen onze programma's leren kennen en onze presentatoren. Dus dat zijn eigenlijk de manieren. Wat doe jij eigenlijk bij Open Rotterdam? Ik ben community redacteur. Dat wil zeggen, ik hou Facebook en Twitter bij. Dus alle berichtjes die je op Facebook ziet en op Twitter, die maak ik. En ik zorg ook dat we met andere mensen gaan praten die op ons reageren. Dus daar reageer ik weer op. En zo leren mensen ons ook beter kennen. Wat is er leuk aan de baan die jij doet? Ik vind het heel leuk dat Rotterdam centraal staat. Ik kom zelf uit Rotterdam en ik hou heel erg veel van de stad. En we hebben ook een heel leuk, enthousiast team. Dus ik heb hele leuke collega's. En ik hoop ook dat we iets voor de stad kunnen betekenen. Wat is het leukste Twitter of Facebook bericht die je hebt gemaakt? Ik heb vandaag een hele leuke foto gepost van ons allemaal. Van alle mensen die bij Open Rotterdam werken. Met allerlei leuke bordjes. En dat we eigenlijk blij zijn dat de studio officieel geopend is. Hoe belangrijk zijn de kinderen voor Open Rotterdam? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Wij letten heel erg goed op Twitter en Facebook wat er onder de jeugd gebeurt in Rotterdam. En we hopen ook wat meer programma's te kunnen maken die kinderen ook heel leuk vinden. Als je uit Rotterdam komt en van Rotterdam houdt, dan zijn wij eigenlijk de perfecte omroep voor jou. Omdat we al het nieuws brengen wat in Rotterdam gebeurt. Niet alleen het grote nieuws, maar ook het kleine nieuws. Bijvoorbeeld alle vrijwilligers die in de stad zijn. Als er een leuk evenement is. Dus ja, hou je van de stad, volg ons. Oké, bedankt voor het interview. Goedemiddag. Hoe heet u? Ik heet Esther de Jong. Wat bent u aan het doen? Ik ben hier verhalen aan het vertellen met kleuters. Wat vindt u daar zo leuk? Nou, ik vind sowieso verhalen vertellen het allerleukste van alles om te doen. En het leuke aan met kleuters is dat ze gelijk interactief worden. Ze willen gelijk meedoen. Dus dan doen we het met z'n allen tegelijk. Af en toe doen we het weer even alleen, maar als ik zeg tegen hun, jullie zijn een groen monster, dan zijn ze een groen monster. Of ik zeg, ik ben een groen monster, dan geloven ze mij ook. Dat vind ik leuk. En waarom bent u dit geworden? Ja, ik ben het toevallig geworden. Er was een vriendin die zei, joh, ik ga een workshop doen, een les in verhalen vertellen. Misschien is het wat voor jou, ga je mee? En toen ging ik mee. Vond ik het allerleukste wat ik ooit had gedaan. Toen ben ik het blijven doen. Hallo. Hallo. Hoe heet je? Jacob.
Hoe oud ben je? 4. Waarom doe je mee aan deze vredeschool? Vind je het leuk? Ja! Ik was er voor het eerst ook. Doe je daarom mee? Ja. Of had je gewoon heel leuk, dacht je gewoon van ik vind het gewoon leuk om een keer te proberen? Nee. Hoe vind je het om dit te doen? Leuk. Leuk! Waarom vind je het leuk? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Tekenen. Waarom? Ik vind het ook leuk. En wat vind je zo leuk aan tekenen? Kleuren. Die mooiste kleuren. Maar waarom vind je het leuk? Omdat ik de vredeschool leuk vind. Wat ga je straks kleuren? Zon. Doe maar alsjeblieft. Zo. En iedere alle groentjes waren dicht. Doe je dit wel vaker? Ja. Nee. Zit je nog op andere sporten? Ja, op voetbal. Dit was de interview. Heeft u ook een speciale opleiding voor gehad? Ja, aan de Torrey Academia in Rotterdam. En daarvoor heb ik een theateropleiding gedaan. Doet u het ook op andere scholen? Ja, ik doe het op heel veel scholen. Iedere week 3-4 voorstellingen. En ik doe het op allerlei andere scholen in Rotterdam en omgeving. Doe ik ook heel veel brede school. Dit was de interview. Dat zijn allemaal kapoutjes. Zo hartstikke mooi. Maar die mevrouw gaat mij nou iets vragen. Ja? Mag ik wel hier zitten? Maakt niet uit.